Goedemorgen. Ja, ik heb hier een keer eerder gesproken en ik vond het ontzettend leuk om hier weer te zijn. En ik wil een aantal dingen met jullie vandaag delen. En laat ik beginnen in de categorie wie oren heeft, die horen. Maar met te zeggen dat het woord wat ik vandaag met jullie ga delen is een woord wat ik 4 weken geleden heb ontvangen van de Heer. En wat ik toen niet helemaal kon plaatsen, omdat ik dacht, ik bereid dingen nooit zo heel lang van tevoren voor. Maar toen begon ik daarmee en ik ervoer dat hij helemaal gelijk een soort download begon te geven. Dus ik ben alles gaan opschrijven. Normaal gesproken schrijf ik nooit dingen uit. Dat weten de vrouwen die de vrouwentraining, de spreekvaardigheidstraining hebben gevolgd, weten dat. Dat ik dat juist zeg, doe dat niet. Maar er kwam zo'n boodschap dat ik dacht, oké, ik moet dit opschrijven. En ik geloof dat het goed is dat dit het woord is deze week. Weet je, we hebben gezien dat de afgelopen maanden, jaren, in veel van onze kerken er eigenlijk volgens mij 2 soorten preken steeds komen. De ene soort preek is onderwijs wat ons aanmoedigt om zelf zieke handen op te leggen, om ons uit te strekken naar tekenen en wonderen, om ons uit te strekken naar opwekking, om Gods kracht te zien in het land. Dat is de ene kant. De andere kant, merk ik, het gaat heel erg over je relatie met God, vergeving, herstel, zeg maar die kant, meer op jezelf gericht. Als ik eerlijk kan zeggen, het nadeel van die 2 dingen is dat je in beide delen uiteindelijk heel erg op jezelf gericht bent. En dat is niet erg, want dat zijn allemaal nuttige dingen. Maar dat maakt soms dat we het perspectief op de rest van de wereld niet helemaal scherp hebben. En wat ik vandaag met jullie wil delen heeft te maken met eer. Het nieuwe boek wat Matthäus net had liet zien. Het heet Een Volk van Eer. Geef maar, dankjewel. Een Volk van Eer en dat Volk van Eer. Wacht, mijn andere bril. Een Volk van Eer, dat zijn wij, hoop ik. En eer is iets wat God neer heeft gezet voor ons. En waarin hij ons ook uitnodigt en aanmoedigt om dat te doen. Eer is een zelfstandig naamwoord, maar eren. Maar ook eer is ook een werkwoord. Eer is iets wat je moet doen. En wat je ziet in allerlei relaties van mensen onderling. Mensen denken, ja, eer, oh, dat is zeker dat leiders op een podium elkaar alleen maar gaan staan te bewieroken en overal veren insteken. Nee, dat is niet wat ik bedoel met eer. En dat is niet wat de Bijbel bedoelt met eer. Eer is dat wat God doet met ons. Hij herstelt onze eer. Er staan zoveel voorbeelden in de Bijbel dat God niet alleen mensen herstelt in hun hart, in hun leven, maar dat hij ook onze eer herstelt. En dat is waartoe we geroepen zijn. En dat is wat helaas vaak nog een beetje de mist ingaat. En dan heb je het over eer op alle gebieden. Als broers en zussen onderling, maar ook als gemeente tegenover onze leiders. Ja, maar zijn leiders meer dan wij? Nee, maar ze zijn wel onze leiders. En God heeft een systeem van autoriteit gemaakt ooit. En dat werkt. En daar kunnen we het mee eens zijn of niet. Maar je ziet wat er gebeurt als je zonder autoriteit gaat werken. Dan wordt het een chaos in een land, in een bedrijf. Eer is ook iets wat je hoort te hebben als werknemer tegenover je werkgever. Wat voor vervelende baas of manager je ook hebt, God roept ons om die persoon te eren. De enige manier waarop je invloed gaat hebben en dingen kunnen gaan veranderen is als je die persoon eert en vanuit die eer ga je bidden. Vanuit die eer ontwikkel je een visie. Vanuit die eer gaan de deuren open en kunnen de dingen gaan veranderen. Weet je, als wij zitten op ons werk en we zitten alleen maar mee te schelden met alle andere mensen, ook al is het misschien heel terecht gescheld, dan gaat er niks veranderen. Sterker nog, dan breken we alleen maar af. Eer is ook iets in gezin. Eer je ouders, maar andersom ook voor ouders, eer je kinderen. Eer je kinderen. Ja, eer je kinderen. Wat de Bijbel ons leert. Dat je als ouders eervol met je kinderen omgaat. Op allerlei plekken als het gaat om de regering. Als je op Facebook zit of op andere social media en er is weer iets gebeurd en je ziet de reacties. Ook van christenen. Het gescheld en het getier over ministers, kamerleden, weet ik wat allemaal. En dan denk ik, want dit helpt niet. Niet, het helpt niet. En het is niet onze roeping. Onze roeping is om mensen te verhogen. Niet om ze te vereren, maar om ze te verhogen.
om ze te eren, om voor ze te bidden, om ze te beschermen, om de reputatie van mensen te beschermen, om de reputatie van mensen heel te houden. Dat is onze roeping. En ook als advocaat probeer ik dat. Als ik een wederpartij heb, mensen zeggen soms een tegenpartij, maar wij noemen wederpartij, dat is iets minder confronterend. Het is eigenlijk hetzelfde. Maar cliënten vinden niks fijner dat je die wederpartij, dat ik ook meedoe in het afbranden van die ander. Want die mensen hebben een enorme, die zitten het al tot hier, die hebben heel veel emotie daarin en die zijn het helemaal zat. Dus die vinden niks leuker en fijner dat ik ze daarin bevestig. En ik zeg, het zijn ook klootzakken, het zijn ook lui die ook gewoon bedrogen hebben. En ze, weet je, maar ik kies ervoor, samen met gelukkig heel veel collega's, om te zeggen, dat gaan we dus niet doen. Want dat voegt niks toe. Het is heel makkelijk. Sterker nog, het is wat de wereld verwacht. Maar we kiezen ervoor zoveel mogelijk op plaatsen vrede op te leggen. Om wijsheid uit te spreken. Om openingen uit te spreken. Dat doet niets af aan hoe je voor je cliënt opkomt. Maar het creëert een andere atmosfeer. Dus daarin zie je, eer is iets wat we allemaal nodig hebben. En er zijn verschillende mensen, die leiders die me contacten, die zeggen, ik heb het boek gelezen, ik ben geschrokken hoeveel we hebben laten liggen. En dat ervaar ik zelf ook. Als je daarmee bezig bent, denk je, oh my god, wat hebben we gedaan al die jaren. Weet je, ik heb echt geen gekke dingen gedaan. Maar als je terugkijkt aan de hand van wat de Bijbel zegt over eer, hebben we zoveel laten liggen. En in die zin kan ik iedereen aanraden en aanbevelen om, als je van lezen houdt, of je moet nog een cadeau geven aan iemand, neem het boek mee. Of neem het mee op vakantie en geef het daar aan iemand door. Mensen worden er echt door geraakt. En geef ook aan van, het verandert mijn leven in de manier waarop ik met conflicten omga, met mensen omga, met collega's omga. Als ik ga met jullie naar 1 Samuel 3. Eigenlijk eerst nog een klein stukje 2. Zoek dat even op. In de tussentijd zal ik er iets over vertellen. Het is het verhaal over Eli en Samuel. En Eli is hoogpriester in de tempel. Dat is hij al heel lang. En hij heeft daar God gediend. Hij heeft de dingen gedaan binnen de tempeldienst zoals die nodig waren om de offers te brengen. En om op die manier het contact tussen God en zijn volk te kunnen laten bestaan. Want God heeft vanaf dag 1 altijd het verlangen gehad om contact te hebben, om een relatie te hebben, om communicatie te hebben met zijn kinderen, met zijn volk. En aangezien het was voor de dood en voor de opstanding van Jezus, konden mensen niet zomaar tot de Vader gaan. God is een heilig God en er is zonde. Dus God had een systeem gemaakt van priesters en offers die gebracht werden. Een heleboel soorten offers en uiteindelijk de profeten die richting konden geven aan het volk. En op die manier werd gewaarborgd dat God close kon zijn bij zijn mensen. Maar dan moeten mensen natuurlijk wel doen wat ze moeten doen. En wat gebeurt er? Eli heeft 2 zoons, die werken ook in de zaak, zal ik maar zeggen. En die zitten daar uitsluitend voor zichzelf. Er is allerlei gedonder met vrouwen en met overspel. En daarnaast stelen ze op grote schaal het vlees wat bestemd is voor de brandoffers, voor de reukoffers. Stelen ze. En zo tragisch, want dat betekende dat er mensen waren die dat vlees hadden gebracht, die beesten hadden gebracht, omdat ze dat nodig hadden voor hun eigen verzoening met God. En in plaats van dat wat jij geeft aan God dient voor verzoening, dient het voor iemand anders de dikke buik. En daar was het niet voor. En ik hoop en ik verwacht eigenlijk, zoals we de Vader kenden, dat hij genade gehad zal hebben met die mensen die dus vervolgens geen offer konden brengen, althans ze brachten het, maar het werd niet geofferd op de manier die hij had gemoeten. Maar het is heel ernstig wat die jongens deden. Heel ernstig, dat ze dat allemaal liepen te jatten en naar zichzelf toe te brengen. En Eli, die doet niets. Die laat het gebeuren. Dat is erg, hè? Hij ziet het. Hij heeft zoveel van God gezien. Hij heeft zoveel van God geleerd, Gods stem gehoord. En hij doet niks. Ik weet niet waarom, maar hij doet niks. En dat doet me denken aan wat we natuurlijk ook in onze tijd vaak zien. Dat er soms dat er kerken zijn, dat er leiders zijn, dat er plaatsen zijn waarvan we weten van God was hier. Hier was een opwekking, hier was een beweging, hier gebeurden geweldige dingen. Maar ergens is er door mensen de klad ingekomen
En nu is het gewoon dood. En het is zo zonde, want als je daar dan naar terugkijkt, denk je, man, als dat wat doorgezet, als je daarmee verder was gegaan, en dan had je een geweldig kingdom kunnen bouwen daar, voor God. En dan had het zo'n impact kunnen hebben op die omgeving. Toen ik vroeger, ik zat ook in zo'n baptistenkerk, en inderdaad, wij kregen ook de snoepjes voor bij het rondgaan van de collecten, waren het dan wel, maar ja, goed, de collectes. Ik geloof niet in collectes, maar... We hadden een dominee, misschien kennen jullie hem, de mensen met een baptiste achtergrond, dominee Schouten. Kijk, de oude, nee de oude, de echte. Ja, de jongen ook, ja maar die ken ik niet meer, maar de eerste, nee. Nee, die jongen is denk ik ook al bijna met pensioen. De oude dominee Schouten leeft niet meer, die is bij de Heer, maar dat was Jacques Schouten. De fantastische man, werkelijk. Een van de beste evangelisten die ik ooit heb ontmoet in mijn leven. Wat had die man een salving. Die kletste ze werkelijk zo het koninkrijk in. Echt waar. En, maar let wel, in Delfzijl, hè? In Delfzijl of all places. Hij was de eerste die het daar deed. En ik tot nu toe volgens mij ook de laatste in dit tempo. Maar in die tijd dat ik daar in die kerk zat, toen ik in mijn tienertijd. We hadden elke maand dopelingen. We hadden jaren dat we 100, 200 dopelingen hadden. En dat was ook toen echt heel veel. Die kerk die was uitgebouwd en we hadden van die kerkenbanken die je ook nog kon uittrekken. En weet je, was je wel de sjaak als je daar 2 uur op zat. Maar goed, in elk geval, mensen konden erbij. We hebben wel gehad dat het doop vond. En daar was dan het podium omheen en daar werden nog stoelen opgezet. Het was een geweldige tijd. De opwekking was een groot woord, maar er gebeurde wel wat. En op een gegeven moment is hij vertrokken, hij ging met pensioen. En ja, en dan zie je dat het toch een beetje inzakt. En ik heb dat altijd zo jammer gevonden. Het had zoveel potentie, er gebeurde zoveel. Dat had anders moeten kunnen gaan. Weet je, en zo zijn er, dat is van maar één voorbeeld, maar zoveel plekken. Ik weet zeker dat jullie die plekken ook kennen. En soms ja, zijn dingen gewoon zoals ze zijn. En soms heeft het te maken met het handelen of het nalaten van mensen. En het mooie is dat God altijd een nieuw plan heeft. Dat God nooit denkt van, nou weet je, ze hebben er op die plek, in die stad of in dat land zo'n puinhoop van gemaakt. Ik heb het nou 50 keer geprobeerd, ik heb al mijn mensen gestuurd, het is goed met ze. De Heer bedenkt altijd weer een nieuw plan, een nieuwe zalving, een nieuwe opening, een nieuwe weg. En dat is wat er gebeurt, ook in het verhaal bij Eli en Samuel. En de Heer heeft de kleine Samuel op het oog, die daardoor zijn moeder is gebracht, een heel ander verhaal, maar die jongen die groeit op in de tempel en die leert. En die Eli is eigenlijk bijna een soort pleegvader voor hem. Hij is dag en nacht is hij bij die man, hij groeit op, alles wat hij weet heeft hij van hem gezien. Maar hij was natuurlijk niet gek, hij zag ook wat er misging. Het ging toen hij klein was, niet meer naarmate hij groter werd en hij zelf heel erg integer was en hij hoorde de mensen klagen en hij zag dat vlees wat gebracht werd, wat ineens ergens tussen de gordijnen door weer verdween. Voordat het was behandeld op de manier waar het behandeld had moeten worden. Maar wat zo opvalt aan Samuel is dat hij niet één keer een grote mond daarover heeft. Niet één keer zich een houding aanmeet om eens even te gaan vertellen hoe hij erover denkt. He, dat typisch Nederlandse van, ja, maar ik mag toch gewoon zeggen wat ik vind? Nee, je hoeft niet altijd te zeggen wat je vindt. In elk geval in het Koninkrijk van God, als het niet jouw plek is en het is niet jouw tijd, hoef je niet altijd te zeggen wat je vindt. Dat is een pijnlijk ding voor christenen. Daar wringt het vlees. En daar wringt het met onze, ook natuurlijk gewoon hoe we wettelijk, ook voor mij als advocaat natuurlijk, vrijheid van meningsuiting, allemaal tot je dienst. Maar binnen het Koninkrijk van God zijn er regels, zijn er kaders, zijn er structuren, hoe dingen werken. En Samuel heeft dat zo jong als dat hij is, heeft hij dat begrepen. Hij meet zich geen houding aan van ik heb hier een mening over, ik heb hier een oordeel over, niks. Hij doet het niet. En de Bijbel zegt in 1 Samuel 3, vers 1, daar staat, de jonge Samuel was in de dienst des Heren onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord des Heren schaars en gezichten waren niet talrijk. Dus je ziet direct, hij was daar, hij was niet in de dienst van de tempel, hij was in de dienst van de Heer. Dat was zijn hart. Zijn hart was, ik wil, zo klein als dat hij was, ook naarmate die groeide. Zijn hart was dienstbaarheid. Hij diende God en hij stond onder toezicht en onder leiding van Eli. En hij eerde Eli. Doordat hij zijn
mond hield en niet sprak op de momenten dat het hem ook niet de bedoeling was dat hij iets zou gaan roepen, eerde hij Eli. Het was niet aan hem om de reputatie van Eli naar beneden te halen. Dat deed hij dan zelf wel. Oké, dat is zijn verantwoordelijkheid. En dat geldt bij ons ook. Er zijn genoeg christenen, leiders, broers en zussen waarvan alles over te zeggen valt. Het grootste deel is meestal niet terecht, maar zelfs als er een klein deel wel terecht is. Maar de vraag is altijd, is het onze taak? Hebben wij nou op een ochtend een openbaring van God gehad, geadresseerd aan ons, naast ons bed waarop stond, vandaag stel ik jou aan om je broers en zussen even de maat te nemen en ze uit te leggen wat er met iedereen niet goed is. Het kan zijn dat dat gebeurt, maar ik heb het nooit ontvangen. En ik heb het ook nooit gezien. Maar ik hoor het wel heel vaak. En dat is zo kwalijk, want dat doet afbreuk aan het koninkrijk van God. Het is niet zo dat je daarmee, als ja, maar de waarheid moet gezegd kunnen worden. Tuurlijk, maar er is een manier. Jezus geeft heel duidelijk een lijn van hoe ga je om met conflicten, hoe spreek je mensen aan. Eerst alleen, onder vier ogen, dan met twee, met een getuige. Het gaat helemaal niet om doofpotten of dingen mogen niet bespreekbaar zijn. Maar niet alles hoeft door iedereen met iedereen besproken te worden. Dat is niet eervol tegenover die persoon. En het is zeker niet eervol tegenover God en tegenover het koninkrijk. Samuel groeit op en die krijgt op een gegeven moment die profetie waarin hij te horen krijgt van Eli, of niet van Eli, van God. Ik ga stoppen met de lijn van Eli en ik ga met jou verder. Daar komt het samengevat op neer. Nou, dat moet natuurlijk een hele dubbele boodschap zijn. Weet je, je krijgt een soort enorme profetie van hoe God jou gaat gebruiken. Wat Gods roeping is voor je leven. Hij wist dat hij geroepen was door God, maar hij wist waarschijnlijk ook niet dat het zo groot zou zijn. Het is natuurlijk echt wel cool als je dat te horen krijgt. Toch? Als je dit soort profetieën van dit soort formaat krijgt, dan is het echt wel cool. Maar tegelijkertijd, zijn pleegvader, zijn Eli met wie hij leefde, en van wie hij de fouten zag, maar het was wel degene met wie hij leefde, hij wist dat daarvoor het einde zou zijn. Daar was het woord duidelijk over. Dus het was heel pijnlijk en heel dubbel. Ook dan is er geen seconde iets, terwijl hij toch de nieuwe kroonprins is, de coming man. Niets dat hij alvast denkt, nou weet je, hij moet toch weg, dus ik begin vast. Zijn bediening is van, ja, ik heb zo'n bijzonder woord gehad vandaag, dit, en ik ben toch geroepen, dus ik geef het maar vast. Hij wacht op de tijd van God. En dat is zo'n les, weet je, als je weet dat God je heeft geroepen en je denkt soms van, ja, ik zit hier maar te wachten op de beroering van het badwater, wanneer gebeurt er nou nog eens wat? Weet je, God, het is Gods roeping. Hij heeft in beeld wanneer er wat moet gebeuren. Hij heeft precies in beeld wanneer hij wat naar voren moet schuiven, waarom hij je nodig heeft op die plek en niet op een ander moment, zodat hij op het moment, als je maar dienstbaar blijft, dat het nodig is, dat hij niets anders hoeft te doen dan je 1 meter naar voren te schuiven en je zijn woord te geven. Meer dan dat is het niet. Maar verziek het niet door zelf alvast voor de muziek uit te gaan. Samuel heeft dat begrepen en wat ik hier zo bijzonder aan vind, is hij blijft dienen. Hij blijft dienen, hij blijft dienen. En ik vond het zo mooi wat Matthäus net zei ook over Frankrijk, over de katholieke broers en zussen die actief hierin meewerken, in meebewegen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik hoor nog steeds heel erg veel in onze, en dan heb ik het even over onze evangelische, charismatische community in allerlei smaken en gradaties, toch over het algemeen een zeer gedecideerd gevoel van dat wij toch eigenlijk als enige het echte chosen people zijn van God. We zijn de enige die het echt begrepen hebben. Die anderen doen leuk mee, die hebben leuk wat dingen geprobeerd. Maar wij zijn wel degene die het echt wil. We hebben de Heilige Geest, punt 1. Wie kan daaraan tippen? Wij zijn gewoon gedoopt. Wij hebben het gedaan zoals Jezus zei dat het moest. En er ontstaat een houding. En niet alleen een houding, maar zo wordt er gesproken. Dat die anderen, die mensen uit die andere kerken, die gelovigen, onze broers en zussen, notabene, dat die niet, het punt 1 niet goed zouden doen. En punt 2 dat ze waarschijnlijk niet eens christen zijn. Of maar half christen, of een stukje, of nog niet helemaal. Weet je, dat is een... Ja, is het zo of niet? Dat ken ik alleen, dat soort mensen.
Ik ken toch die verhalen als het gaat over de katholieke kerk. Van ja, maar met die, dat geneuzel over al die Illuminati. En het is begonnen op de dit en het is begonnen met dat. En met Babylon en dat systeem is fout en dat systeem is... Ik denk altijd als God daar werkt, daar zitten mensen die zich uitstrekken naar God. Die God dienen. God antwoordt daarop. Dan heb je volgens mij een match, dan ben je er. En als je het hebt over de gereformeerde kerk, over de hervormde kerk. Ja, de doop klopt niet. En het avondmaal is niet dat je het doorgeeft, maar dat je al naar een tafel moet. Dat is niet hoe het hoort. En die liedjes kloppen niet en ze doen niks met de Heilige Geest. Ik denk altijd, als je denkt dat het niet goed gaat, ga ervoor bidden. In plaats van die mensen te lopen afbranden. Het zijn onze broers en zussen, hè? Het is niet dat wij een soort Uber people zijn voor God. Het zijn onze broers en zussen. En ik vind het zo gaaf om te zien dat in deze tijd Gods kracht uitgestort wordt en zichtbaar wordt in allerlei groepen. In allerlei dorpen en steden, binnen kerken, buiten kerken, mensen die gewoon met een groepje samenkomen in een huiskamer, hervormd, gereformeerd, baptist, weet ik wat voor smaken nog meer, mensen die helemaal niet naar de kerk gaan. Het gaat in het koninkrijk van God, is er niet zoiets als verschillende kerken. Het is een duivelse leugen om te denken dat dit een hemels systeem is. Want dat is het niet. In de hemel wordt dit niet erkend. Er staat nergens achter je naam van Lieneke Blijdorp. Voorheen baptist, thans evangelisch, tussen haakjes, een beetje charismatisch. Echt niet. Wie denkt dat die zo geregistreerd staat, gaat echt heel teleurgesteld uitkomen. We hebben het lichaam van Christus, de bruid. En er is maar één vraag, hoor je daarbij of hoor je daar niet bij? Ben je gered door het bloed van de Heer Jezus of ben je niet gered door het bloed? Dat is het enige. Dat is het enige. En het wordt tijd dat we ons ook op die manier gaan gedragen. En dat we ophouden met dit soort, flauwekul. En dat we niet alleen dat we daar niet aan meedoen, maar dat we er ook op ingrijpen als we het om ons heen horen. Dat we zeggen, we laten dat niet meer gebeuren. Er was vorige week iets op internet, zag ik, er waren allerlei zeurtrajecten deze week, zag ik wel. Maar er was er... Het is echt zo. Als je wilt, kan je daar hele dagen met een hele hoge bloeddruk, kan je daar gaan zitten. Maar er was iets van een dominee uit een hele orthodoxe kerk, ergens, ik weet niet, ergens uit Zeeland of zo. En die had iets gezegd over dat het hem verbaasde en ook irriteerde dat er steeds meer, misschien hebben sommigen het gelezen, steeds meer meisjes waren die in het wit trouwden. En ik dacht eerst, ja, leek mij wel logisch. Maar later las ik dat in zijn kerk, dat wit, dat past niet, het moet zwart zijn met besef van de zonde, et cetera. Nou, oké, het is mijn idee ook niet. Ik moest ook even schakelen tot ik begreep wat hij bedoelde. Maar als je ziet hoe er over die man heen gereden werd. Ik denk, oké, we delen duidelijk niet dezelfde visie over een aantal dingen. Waaronder de kleur van de trouwjurk. Maar hij is mijn broer. Hij is mijn broer. En de Bijbel zegt, heb het lef niet dat je je handen uitsteekt naar je broer of naar je zus. Om ze te veroordelen en te beoordelen. En daar een mening over te hebben. Mag ik daar geen mening over? Nee, daar hoef je geen mening over te hebben. Het is heel geruststellend om te ervaren dat je eigenlijk niet over alles een mening hoeft te hebben. Ja? Het scheelt een heleboel energie. Ik zie heel veel dingen voorbij komen. En ik ontmoet veel mensen die iets doen of binnen hun geloof iets doen of ergens mee bezig zijn waarvan ik denk, ik vind hem apart, maar... Ik snap niet helemaal dat je deze route ermee neemt. Maar weet je, je dient Jezus. God zegen ermee. Succes ermee. Ik hoef daar geen mening over te hebben. Sterker nog, ik ga in tegen de lijn van het Koninkrijk van God als ik dat doe. En als wij opwekking willen en we zijn druk met Awakening 2020. En we geloven dat 2020 een ongelooflijk cruciaal jaar wordt voor de doorbraak in dit land. Dan is dit een belangrijke regel die we op tijd ons alsnog eigen moeten maken, voor zover nodig, en die we ook in de praktijk brengen. Want anders gaat het met die hele opwekking, dan gaat die uit als een nachtkaars. En waarom? Niet omdat ik dat uitspreek, maar omdat als Gods kerk die mensen niet opvangt en geen eenheid is,
dan valt het als los zand uit elkaar. Dat is wat er gebeurt. En dat is wat er in het verleden, als je... Jullie kennen het boek van Robert Lerden over God's Generals. Er staan een aantal succesverhalen in. Er staan ook een aantal zeer instructieve verhalen in over leiders in opwekkingen waar het uiteindelijk mis is gegaan. En waarom het mis is gegaan. En het is altijd om geneuzel op het niveau van ja, maar jij zingt opwekking en ik ben van de glorieklokken. En vroeger, hè? Vroeger. En nu is het van ja, maar jij gaat naar Battle. Ja, naar Battle. Naar Redding. Weet je wel, nou, grave robbers. Dat zijn het daar in Battle. En mensen gaan naar die conferentie en ze gaan naar There is More of je gaat naar opwekking. En je wordt gelijk gescreend aan de hand van naar welke conferentie. Oh, jij bent daarvan. Oh, jij bent, oh, jij gaat naar Matthijs van der Steen. Seriously. Weet je, schud het van je af. Maar het brengt ook een verantwoordelijkheid voor ons mee. Want het is één ding om niet mee te gaan daarin. Maar ik geloof dat God ons ook roept om de gemeente, de church, als een geheel te beschermen. En om op te staan voor onze leiders. Voor degene die vooraan lopen. Voor degene die hun nek uitsteken. En voordat iemand roept, ja, maar zijn leiders dan belangrijker? Nee, voor mij niet en voor God niet. Maar voor de duivel wel. Voor de duivel wel. De duivel weet dat als hij een leider onderuit kan trekken, heeft hij gelijk een hele vrije dag daarna. Want dan ligt die kerk ligt aan gort, die naam is kapot, daar komt geen ziel komt er meer binnen. Leiders zijn belangrijk. Het gaat niet om, oh, belangrijker. Nee, ze zijn belangrijk. En wij horen te staan voor onze leiders. En als ik zeg onze leiders, bedoel ik niet alleen onze leiders in ons clubje, maar ook binnen de andere gemeentes. Binnen de andere kerken. Mensen die hun nek uitsteken nu. Weet je hoe link het is? Binnen sommige kerken. Als je nu zegt, ik wil meedoen aan Awakening 2020. Ik weet van grote groepen mensen die uit de reformatorische hoek, die zich op een gegeven moment wilden laten dopen. En daarna gewoon dachten, ik ga terug naar mijn kerk, want ik ben daar blij. Ik dien daar al 20 jaar. En die gewoon die kerk uitgekikt worden. Zo leuk is dat niet, hè? Om te zeggen van oké, ik wil meebewegen. En dat zijn echt mensen die er niet op uit zijn om te rebelleren, om andere mensen op te jutten, die willen dienen, die altijd hebben gediend. En die hun nek uitsteken. En dat komt gewoon niet altijd goed. En of die niet meer aan het avondmaal mogen en dat soort dingen. Het is niet altijd heel makkelijk. Wij zitten hier heel comfortabel, omdat het redelijk aansluit bij wat wij doen en wat wij geloven. Maar juist die leiders uit die kerken, die horen we te eren. Weet je, ik zeg altijd, sturen ze elke week bloemen en een fruitmand, zodat ze ongelooflijk aangemoedigd worden en weten dat we ze steunen, dat we één zijn. Het is niet voor niks dat Jezus in Johannes 17 al zegt, Vader, ik bid u voor deze, bid ik u dat ze één zullen zijn. Kennelijk voorzag de Heer toen al dat die eenheid een moeilijk ding zou gaan worden. Want anders had hij er niet uitgerekend op dat moment niet voor hoeven bidden. Maar de Heer zei, Heer, maak ze één. Maak ze één. Op dat wat? Op dat de wereld het zal zien. En de tweede keer op dat de wereld zal erkennen. Dat is het. Wij hebben niet de luxe om het niet te doen. Wij moeten zoeken naar eenheid. Willen mensen niet meedoen? Prima. Is ook goed. Dan zeggen we niet, oké, eikel, je wil niet meedoen? Prima. Dan niet. Ga maar naar de hel. Nee, dan zeggen we, weet je, oké, is ook goed. Er zijn ook kerken die niet mee willen doen volgend jaar. Oké, even goede vrienden. Hopen nog steeds dat ze erdoor gezegend worden op de een of andere manier. Weet je, als ik kijk naar het leger, het Nederlandse leger. We hebben niet zo'n groot leger meer, maar ons leger is nog steeds actief en heeft een goede reputatie in de wereld. Is tegenwoordig gaat er vooral op uit op het moment dat het gaat om uitzendingen. En of het nou is vanuit NAVO-verband of vanuit EU-verband of vanuit VN-verband of weet ik hoe het werkt. Maar je ziet dat al die Nederlandse militairen, net als die anderen, die hebben allemaal hier de vlag van het land waar ze vandaan komen.
En op het moment dat ze in weet ik welke rimboe rondlopen, hun leven riskeren om voor die mensen in elk geval een stukje vrijheid te brengen, zoals destijds jonge jongens uit Amerika, uit Canada, uit Polen, uit weet ik waar vandaan, hier ons vrijheid kwamen brengen. Die hadden hier ook niks te zoeken. Die gingen hier dood in een land waar ze nooit geweest waren, waar ze niks te zoeken hadden. Maar ze deden het voor onze vrijheid. Dat wij nu vrij kunnen zijn. En als je ziet dat onze jongens en onze mannen, onze vrouwen erop uitgaan om hun leven letterlijk in de waagschaal te stellen. Precies zoals onze leiders, onze kerkelijke leiders dat in feite ook vaak doen. Alleen dat ziet er minder dramatisch uit. Dus denk ik, nou ja, dat is niet helemaal hetzelfde. Het is ook niet hetzelfde, maar het is wel een beeld van hetzelfde. Je hebt leiders, je hebt mensen die vechten namens ons, die voor ons uitgaan, die voordat ze op uitzending gaan, weet je dat ze van tevoren een brief schrijven? Die wordt dichtgeplakt, die wordt ergens opgeborgen voor het geval dat. Voor het geval dat ze niet terugkomen, is dat de brief die aan hun vrouw, aan hun ouders, aan hun gezin wordt gegeven. Weet je hoe het is? En ik zeg, weet je hoe het is? Want ik weet het niet. Om zo lang bij je gezin weg te zijn, voor iets waar je in gelooft, wat je alleen maar kost, maar waar je in gelooft, omdat je die mensen wilt zegenen. Niet wetend of je terugkomt. Niet wetend of je misschien wel terugkomt, maar met een zware handicap. Of dat je een been kwijt bent, omdat je op een bermbom of op een mijn bent gestapt. Of dat je een oog kwijt bent. Of mensen die psychisch een enorme dreun hebben gehad. Als ik me voorstel, en dat kunnen we ons allemaal voorstellen. Als je je voorstelt je beste vriend of vriendin. We hebben allemaal iemand waarvan we weten dat is echt mijn beste vriend of vriendin. Stel je voor dat hij naast je zit in de auto. En waar jij bij zit, wordt hij door zijn hoofd geschoten. Dat is waar je het over hebt. En die mensen komen terug in Nederland. En wat zeggen heel veel Nederlanders? Je hebt er zelf voor gekozen om te gaan. Geen eer. En het is een exact type beeld van hoe we omgaan met veel leiders. Je hoeft geen leider te zijn. Je hoeft geen leider te zijn, het is een keus. Maar als je gelooft in die roeping. Broers, achterin, mag ik de foto's alsjeblieft? Dit is Dylan de Bruin. Velen van jullie kennen hem. Hij is een bekende evangelist. Maar hij is ook een jongen die als veteraan 3 tours heeft doorgebracht in Irak en in Afghanistan. Die zijn leven heeft geriskeerd, die heeft gezien hoe anderen omkwamen. Die voor heel veel mensen op persoonlijk niveau het verschil heeft gemaakt. Kinderen voor wie ze konden zorgen. Mensen die gewond waren voor wie ze konden zorgen. Maar het kostte hem alles. Net zo goed als dat het veel van onze leiders alles kost. Dylan, mag ik jou vragen? Mag ik jullie vragen om te gaan staan? Dank jullie wel. Ik kreeg het als zwaar toen Lienke begon te praten. Herinneringen die ik aan een brief had, die ik echt daadwerkelijk geschreven heb om afscheid te nemen van mijn vrouw en kinderen. Ik zal in 5 minuten tijd jullie proberen mee te nemen door de ogen van een veteraan. Train as you fight is een uitdrukking die wij vaak gebruikten. Net zoals tweede woorden in een gevecht is geen optie. Ik heb in 14 verschillende landen getraind onder zware en moeilijke omstandigheden. Om op ieder moment binnen 48 uur uitgezonden te worden aan hen die op dat moment niet voor zichzelf kunnen opkomen. Ik ben 3 keer uitgezonden geweest. 1 keer Irak en 2 keer Afghanistan. Ik heb in provincie Kandahar en in provincie Uruzgan gediend. Onze taak was daar om de bevolkingsgroepen die onderdrukt werden te beschermen en gebieden in veiligheid te houden.
Ik heb meerdere aanslagen en beschietingen overleefd. Helaas hebben we ook een maatje moeten begraven. Wij kiezen niet voor de dood, wij kiezen voor leven. Maar voor de veiligheid van iemand anders en andermans leven kost het ons soms een leven. Oorlog is gemeen. Het zijn onschuldige mensen die het slachtoffer zijn. Zo heb ik volwassenen en kleine kinderen doodgezien voor aanslagen die op mij en mijn maten voorbereid waren. Ik wil je kort meenemen naar een gevecht die ik meegemaakt heb. Ik zat in de provincie Uruzgan in Yahangu, de meest ver vooruitgeschoven post van de Nederlandse troepen. Je had Yahangu Zuid en Yahangu Noord. Ik was het baasje van Yahangu Noord om daar te verdedigen als we aangevallen werden. Ik zat daar met het vreemdelingenlegioen en waren met 25 man. Ik had om 4 uur 's middags net 2 bamensoepjes op en ik werd een beetje moe. Ik besloot van Yahangu Zuid naar Yahangu Noord te lopen om een mandje te gaan liggen voor de nacht. Ik verliet het pand en ik liep naar buiten, waarbij plotseling een raket naast mij insloeg op een ruime 200 meter. Direct lag ik onder vuur en ik moest een sprintje trekken naar een veilige plaats. Aangekomen bij een ladder hoorde ik de mortieren en de RPG's om me heen inslaan. Ik keek omhoog en ik hoorde een kogel van een regenkogel over me heen vliegen. Ik wilde het dak op, want ik wilde zicht krijgen op de vijand om juist geen tweede te worden in een gevecht. Ik dacht bij mezelf, dit gaat pijn doen of erger. Ik telde tot 3 en op 3 was ik boven op het dak met een kijker in mijn hand op zoek naar de vijand. Het enige wat ik kon zien waren het zand wat opspatte door de kogels die insloegen. Het geluid van de kogels die langs je hoofd vliegen, achter bij je maten neerkomen waar de zandzakken leeg liepen, moesten zich kleiner maken. Toen het gevecht voorbij was, werd er een check gedaan voor persoonlijke dan materiële schade. Het was wonderbaarlijk. We hadden helemaal niets. Er waren maar 2 gelovigen binnen deze club. Ik en mijn luitenant. Het waren de ongelovigen binnen deze club die erbij waren, die mij moesten overtuigen dat we beschermd waren door engelen. Want niemand had hier uit kunnen komen. Het was te heftig. Het waren de ongelovigen die mij moesten overtuigen dat in het heetst van de strijd ook hier God is. Ik hoop jullie een beetje beeld te hebben gegeven wat een gemiddelde veteraan doormaakt voor vrede en veiligheid, waar dan ook op de wereld. Dank jullie wel. Dat hè? Je kiest er zelf voor, ja. Ze kiezen er zelf voor om alles in te zetten. Om alles te geven. En hij kan het navertellen, maar ook hij heeft een hoge prijs betaald. Een hele hoge prijs. We zien het vaak niet. We hebben daar weinig erkenning voor. En als ik terugga naar het voorbeeld wat ik net noemde. Hoe Samuel omging met Eli. Hoe wij horen om te gaan met diegenen die voor ons uitgaan. Onze broers en zussen, maar ook onze leiders, diegenen die hun nek uitsteken. Kan je realiseren dat, zoals Dylan vertelt, hoe de kogels om zijn oren vlogen, letterlijk. Hij vertelde me van de week dat binnen een meter afstand, hè, dan kan je ze horen. Je hoort de kogels als ze binnen een meter van je zijn. Maar een meter. Als je 1 keer niest, dan zit je ertussen. Het is zo belangrijk dat we elkaar beschermen. En dat we elkaar eren is ook elkaar beschermen. En dat betekent dat als iemand het op een van mijn mensen heeft voorzien, dat ik ervoor ga staan. En misschien krijg ik dan die klap en dat zij dan maar zo. Maar ik weet dat op het moment dat ik word aangevallen, dat iemand anders voor mij opkomt. En helaas is de gemeente vaak een plaats geweest waar mensen hoopten dat iemand voor ze opkwam en dan ging dat niet altijd op de goede manier. En weet je wat het verschil is wat er gebeurt toen Eli de boel zo had laten verzakken? Verslappen, laten zakken. Ik haal alles door elkaar. Staat er, een andere bril, geschreven dat het woord des Heren in die dagen schaars was geworden. En gezichten waren niet meer talrijk. Het woord van God kon er niet meer zijn. Waarom? Omdat er als een deken
die duisternis over het land was gekomen. Door de zonde van mensen, door het demonische, was er een deken van ellende over het land gekomen. Dat is wat er gebeurt. Als het woord is de Heer Jezus. Het woord was in het begin bij God en het woord was God. Dus de Heer Jezus, als hij er niet kan zijn in een land, dan is het duisternis. Maar wat zo cool is, als je kijkt tot slot naar, even kijken, waar staat dat? In 1 Samuel 7, vanaf vers 13, daar wordt beschreven hoe het eraan toe ging toen Samuel een keer aan het roer stond. En dan vanaf vers 13 staat iets heel moois. Zo werden de Filistijnen vernederd en drongen het gebied van Israël niet meer binnen. Dus de macht van de vijand was gebroken. Waarom? Omdat er iemand met eer aan het hoofd van het land was komen te staan. Iemand die het woord had teruggebracht, die visioenen had. De hand des Heren was tegen de Filistijnen alle dagen van Samuel. En de steden die de Filistijnen aan Israël ontnomen hadden, kwamen opnieuw aan Israël, van Ekron af tot Gat toe. Dus alles wat geroofd was, heeft hij teruggehaald voor het koninkrijk van God. Dat is wat we willen, toch? Dat is wat we willen, dat we dit land, overal waar duisternis is ontstaan, dat we het terughalen voor koning Jezus. En guess what? Het gaat gebeuren. En het gebeurt al op dit moment. Maar de key is wel dat wij één zijn. Er staat in 1 Samuel 3 vers 19, Samuel groeide op en de Heere was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. En geheel Israël, van Dan tot Berseba, kwam tot de erkenning dat aan Samuel door de Heer het ambt van de profeet was toevertrouwd. En de Heere verscheen ook verder in Silo, want hij openbaarde zich in Silo aan Samuel door het woord des Heeren. En het woord van Samuel kwam tot geheel Israël. In een tijd waarin er nauwelijks openbaar vervoer was. Wat? Geen openbaar vervoer. Een ezel. Waarin er geen media was. Waren geen berichten. Maar het woord dat Samuel sprak kwam in alle regio's. En overal waar hij het woord bracht kwam er leven. Dat is wat je doet vanuit eer. En dat is hoe wij ook verder gaan bouwen. Amen? Amen. Amen.